Jacques Monage, Tweede Kamerlid uit Sneek. En Hanneke Haneburg van Lokaal 55, waar morgen Solsonic plaatsvindt. En natuurlijk onze eigen Sneekenweerman Dirk van der Meer, die hier vandaag alles gaat vertellen over het weer. Ja, en we hebben vanaf vandaag iedere dag Sneek Wake-up, waarbij we verschillende mensen wakker maken. Dit keer waren we op een camping. We gaan boothoppen met verslaggever Grady. We spreken natuurlijk met de nieuwe pandschipper. Daar waren we bij. We spraken daar ook met de burgemeester en met de commissaris van de Koning. En natuurlijk blikken we terug op de Vlootschouw. Dit is Omroep Zuidwest, dag nummer 2 van Sneek Wake TV. Vanuit onze zonnige tuin aan het water, wat willen mensen nog meer? Welkom bij de tweede aflevering van Sneek Wake TV bij Omroep Zuidwest. Nou, de Sneek Wake is nu echt begonnen. Eindelijk is hij begonnen, we kunnen los. Wat heb jij gisteren gedaan? Nou, een vlootschouw natuurlijk. Oh ja, de vlootschouw natuurlijk. Ja, en het vuurwerk, heeft het vuurwerk gezien? Ja, ook gezien. Ook gezien, ook nou. Gezien. Jij super. Ook, hoop ik. Ja, tuurlijk heb ik dat gezien. Weet je waarom? We hebben namelijk samen gekeken. Was het niet leuk? Wat ik vooral heel mooi vond, was dat aan de ene kant de opening van de Sneek Week en de Sneek Week zelf natuurlijk. Maar ook zijn niet alleen de Sneek Week begonnen, maar ook de Olympische Zomerspelen in Rio. En mocht je dat nou willen volgen en Sneek Week willen vieren tegelijkertijd en je bent op het starterland, hey. Geen probleem, want daar zijn dus hele grote schermen waarop je alle Olympische activiteiten kunt volgen. Ja, zeker. Je moet natuurlijk wel een beetje bijblijven. Je kon de Sneek Week ingaan en niks van de rest van de wereld meekrijgen, maar je moet toch nog een beetje op de hoogte blijven natuurlijk. Vandaag een hartstikke leuk programma, leuke gasten, mooie reportages. Zeker. En heb je lekker geslapen? Ja. Ja? Ja, hoezo? Nou, want Iris die heeft dus even een paar mensen op een feestelijke wijze wakker gemaakt. Oh ja, dat gaan we iedere dag doen in Sneek Wake Up. Slaap. Wakker worden! Sneek Wake Up! Goedemorgen, het is echt heel vroeg. Ik heb ook een leuke stappersavond achter de boeg. En ik heb hier een heerlijk ontbijtje en we gaan mensen wakker maken. Ja! We hebben jullie wakker gemaakt en dus verdienen jullie een heerlijk ontbijtje. Dat is wel heel lekker, hè? Dat dacht ik wel. Je maakt alles goed. We zagen al die bierblikjes staan en zo. En hoort dat bij jullie trouwens? Ja, ook. En bij je tegenover. Oh ja, jullie zijn met een hele groep. Hebben jullie niet nog zo'n ding? Ja, dat komt nee, we kennen hun van hier. Maar hun hebben ons heel de nacht wakker lopen houden. Dus ja, hun mogen echt wel. Hebben jullie niet nog zo'n ding om het even bij hun te doen? Waarom zijn jullie zo vroeg wakker? Nou ja, ik had het echt heel koud. Ik heb mijn neus koud gehad in mijn leven. En ik hou niet van kamperen. Dus ja, dat was het. Ik sliep met mijn jas aan en ik had een deken. En ik had het nog heel erg koud. Dus ja. Was het je eerste keer kamperen dit? Ja, ik denk nee, wel. Dat niet. Ik heb vroeger wel gekampeerd. Maar dit is echt sinds heel veel jaar dat ik weer heb gekampeerd. Dus. Ja. Ja, dus. Ja, ik denk dat het voor mij hoeveel jaar, 15 jaar geleden is, of zo, dat ik in een tent heb gelegen. Dus, ja, en dat dus je wakker, het bevalt me niet. Waarom je zo vroeg wakker was? Ja, omdat het zo koud was. Oh, oké, okay. Dat is voor iedereen wel hetzelfde. Ja, voor jou ook. Ja, het was heel koud en het was onwijs veel lawaai. Allemaal jongeren die om onze tent heen gingen lopen. En even over de muggen zitten. Hoe laat sliepen jullie dan? Ik wilde 3 uur slapen, maar iedereen zat hier nog. Maar Stefan ons 4 uur en waarom? Ik was om 6 uur wakker. Thanks op het ontbijtje. Bedankt. Nou, met zo'n ontbijtje zou ik het ook niet erg vinden om zo wakker gemaakt te worden. Zou je dat erg vinden? Nou, dat kunnen we wel afspreken. Ik het ontbijtje en de confetti. En de confetti, ik wou net zeggen, dan wil ik de confetti doen. Kijk of je niet boos wordt. Nou ja, goed. Maar wij hebben vandaag Jacques Monage in de, ik wil eigenlijk elke keer zeggen in de studio, maar het is natuurlijk eigenlijk in gewoon onze prachtige tuin. In onze tuin, ja. Hij is eigenlijk altijd druk met de Tweede Kamer en zijn partij, de PvdA. Maar wij hebben vandaag weten te regelen, maar zo te horen heeft hij volgens mij vakantie. Dus hij zit hier. Jacques, nou ben ik benieuwd. Jij woont natuurlijk in Sneek. Ja, aan de overkant. Aan de overkant ja, zelfs? Een beetje, ja. Nou kijk, ben je met de boot gekomen? Nee, want ik doe mee met Sneekwerk. Dus ik moest van jullie echt zo snel mogelijk komen. Dus ik heb de boot uit het water opgetrokken, wetsuit uit, douchen en nou ja, ik ben al een beetje dat te haren. Want je zeilt ook mee? Ja, ik doe ook mee. Ja. Welke klasse? In de laser.
Hoe gaat het in de race? Ah, prut. Ja? Het is wel heel eerlijk. Ja, helemaal niet. Dus, politiek, hè? Politiek. Nee, niet eromheen draaien. Nee, niet eromheen draaien. Heel direct ook. Ja, gaat het niet goed? Nee, het was geen goede wedstrijd. Ik ga ook geen smoesen bedenken. Het was gewoon slecht. Waar lag het aan? Nou, ik zeil op dit moment in een laser, dan heb je een type met iets kleiner zeil. En ik ben wat zwaarder voor daarvoor. Want ik heb een knieblessure, dus toch een smoes. En dat, ja, ik moet echt heel veel wind hebben. En vanaf morgen gaat het, geloof ik, windkracht 5. Als je me dan nog een keer uitnodigt, dan zeg ik, het gaat perfect. Vanaf morgen gaat het goed. Nou, maar vandaag was hoop het gewoon, ik dat we je morgen op het strandeiland tegenkomen. Ja. Dan kunnen we het zelf ook even vragen. Zeker weten, dan wij kijken nemen. Ja, die knie, dat is dan toch een beetje alsof je aan een zanger vraagt. Het ging niet helemaal lekker. Nee, ik ben ook verkouden. Nou, laten we het daar maar op houden. Ja. Echt, maar nee, het ging, ik ben ook 3 weken vakantie geweest. Echt helemaal niks aangeraakt, geen boot aangeraakt. Het was gewoon, het ging gewoon niet lekker. Waar ben je naartoe geweest om vakantie te vragen? Amerika. Ik heb de hele tocht gemaakt. Ja, dus je zit ook af en toe. Weet je, ik ben pas 2 dagen geleden teruggekomen. Dus af en toe zit je te stuiteren van een jetlag. Ja. Vanochtend ging die wekker. Nou, dan weet je gewoon niet eens waar je bent. Het is nu zaterdag. Ja, het is nu. Maar jij hebt dus nu vakantie? Ik heb vakantie, ja. Dus okay. Ik ben een paar weken in Amerika geweest en nu Sneekweek en dan ga ik weer een beetje aan het werk. Ja. Ben je speciaal voor de Sneekweek teruggekomen? Ja, want ik heb ook 2 zoons en die vonden het fantastisch om naar Amerika te gaan. Maar er was 1 voorwaarde. Terug voor de Sneekweek. Die zeiden niet, maar die doen juist om alle andere dingen die Aardig verboden heeft. Wat heb jij met de Sneekweek? Ja, ik wou net zeggen, want nu doe je het net alsof het speciaal voor jezelf is. Maar als ik het zo hoor, vind jij het zelf ook Ik heb vroeger ook altijd zeg maar allebei de dingen gedaan. Sneekweek en Steekweek, dat was het een beetje. En wij moesten 's ochtends altijd heel goed starten, ook in de laser, toen ik middelbare school zat. En dan kwam je hele 's nachts om 4 uur 's nachts in je tent, 5 uur 's nachts in je tent. Dan ging je 3 uur slapen. En dan zeilen en dan kwam je terug en dan gooide je echt letterlijk je boot op de kant. En dan ging je tot 7 uur 's avonds weer slapen en dan berg je het op. Opmaken, eten en de stad weer in. Dus ik heb hier van een jongs af aan ook altijd alle koeren van binnen en van buiten gezien. Toen woonde ik in Drachten, dus nog niet in Sneek. Maar dat ging altijd met grote vrienden, met heel veel vrienden en vriendinnen. Grote tenten hadden we hier staan. Dus, fantastisch. Eén groot feest. Ja. Mee opgevoed dus eigenlijk. Ja. Ik kan wel mee praten. Ja, en hoe was de eerste dag voor jou? Toen? Nee, nu. Vandaag? Hoe heb je dat? Dat is heel stom. Oh, ik schaam me dood. Ik had gisteren allemaal gasten en ik zei, nou jongens, kom op tijd, dan ga ik voor jullie koken en maak lekkere dingen. Maar ik moet even een uurtje weg, want ik moet dan met die bobo's in het theater even opening en vlootschouw. Nou ja, allemaal goed. Toen kwamen ze allemaal veel te laat, dus een beetje praten en ik begon te koken. En ik keek op de klok, 8 uur. En het was dan een uur eerder natuurlijk, ja, tegenwoordig. Het was een uur eerder, dus ik heb het helemaal gemist. Ja. Mag de burgemeester eigenlijk niet weten en de rest, maar ik heb het gewoon helemaal gemist. Ja. Gewoon heel stom. Nou ja, maakt niet uit. Ik was er zelf eigenlijk ook niet bij. Ik heb alleen het vuurwerk gezien. Dus, maar het is best wel heel erg mooi. Dus jij hebt net in de intro gelogen. Ja, wie is hier nou de politicus? Ja, inderdaad. Wie is dat? Nou, is er nog een vacature bij? Ja, goed, we hebben niet meegemaakt dus. Nou goed. Wat wel leuk is, jij zat op vakantie in Amerika, Florida. Ja. En komt eigenlijk een beetje terug, ook voor de Sneekweek. Ja. Nou zit Mark Rutte, die zit in Rio natuurlijk, bij de Spelen. Die kwam vorig jaar terug. Die kwam vorig jaar natuurlijk naar de Sneekweek. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik met deze vraag wil zeggen. Nee, want ik kan het zeggen. Komt Rutte ook terug? Dat hij nog komt? Dat hij nog langskomt? Nou, dat moet, als hij nu net naar Rio vertrokken is, meestal is hij er op dinsdag of woensdag, hè, dan zeilt hij met iemand mee. Ik denk dat we hem dit jaar niet gaan zien. Nee, hij gaat hem skippen. Ik denk dat hij denkt, in Rio kan ik meer publiciteit halen dan in de Sneekweek. Ja, dat is natuurlijk onterecht, maar dat denkt hij. Dat is natuurlijk. Is het toch nog even een statement die je hier zo maakt? Je bent vrij, hè? Voor Sneek. Ja, voor Sneek. Maar Jacques, je bent dus niet naar de vlootschouw gisteren geweest. Nee. Maar waar kijk jij normaal nou het meeste naar uit in de Sneekweek? Is dat toch echt het zeilen? Ik vind het gewoon berengezellig. Weet je, ik heb bij mij thuis ook gewoon open huis. Dus er komen echt allemaal mensen, familie, vrienden, die komen langs. En ik heb ook een afspraak thuis van ik zeil. En daarna doe ik het eten en drinken en noem maar op. En mijn vrouw die neemt dan een boot mee. Die vaart een beetje rond op Sneekermeer. En als ze dan thuis komen, dan race ik naar de supermarkt. Haal ik drinken en eten op. En dan, dat vind ik heel gezellig. En elk jaar denk ik, dit jaar gaat het beter met zeilen. Weet je? Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Ja. Dat je denkt, van, het moet toch een keer gaan lukken. En nu die knie. Maar ik vind het leuk. Maar morgen ga ik laten we afspreken. Hoe laat ben je klaar morgen? Denk nou, je? Morgen gaat morgen heel hard waaien. Dus dan zijn we wel om, ik denk 12:30 zijn we al klaar. Ja, nou, ik, hoe laat ik, ben jij er? Nou, kunnen we dat doen? Dat kan wel toch? Kijk even naar de productie. Okay. Ja, dat is leuk. Okay. Dan vangen wij op. En dan gaan we even kijken of het dan beter is. Prima, dan je kan ik de prijs laten zien. De prijs laten zien. Okay. Leuk dat je er was. Goede wedstrijd morgen. En we gaan het volgen. En open huis, zei je? Ja.
Ja. Nou, top. Hey, zullen wij... Wat ze de overkant zei, hè? We overleggen straks wel even wat ik zeg we moeten even halen. Geen adres. Ja. Bekendmaking van de Pandschipper, dat was natuurlijk gisteren in het theater. En daar spraken we niet alleen de nieuwe Pandschipper, Beer van Adem, maar ook de burgemeester en de commissaris van de Koning. Dames en heren, deze vrijwilliger Puursan heeft een grote bijdrage geleverd aan de wedstrijd zeilsport in het algemeen en de Sneekweek in het bijzonder. Het is mij daarom een grote eer op basis van het besluit van BOW dit jaar te benoemen tot de schipper in de orde van de Sneekerpaal, de heer Beer van Adem. Beer van Adem en Karin van Adem, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Had u dit verwacht? Nee, verwachten doe je er zoiets nooit hoor. Volgens mij kan dat niet. Je zei net dat ik het bizar vond of zoiets. Ja, het is een. Ik sta er nog middenin. Ik ben nog bezig. Ik ben nog lang niet klaar. Maar je bent met zoveel dingen bezig als die de spreekstaalmeester van vanavond geworden. Ja, misschien wel. Maar dat zijn ook allemaal dingen die nog wel nodig zijn om de zekerheid voor de toekomst in te bouwen. Ik weet het natuurlijk al 14 dagen, dus ik moest ontzettend goed mijn mond op slot zetten. Hij wist het echt helemaal niet. Maar. Dat was af en toe wel heel erg moeilijk. U refereert in uw toespraak ook over de culturele dingen die hier gebeuren. Kunt u daar een paar van noemen? Nou, zoals gezegd, wij sluiten zondag over een week af, over 10 dagen, met een heel mooi grachtenconcert met een knipoog naar Amsterdam. Dat we zeggen, kijk, we hebben het weer gehad. We hebben 10 weken die stad in de belangstelling gebracht. Dit is weer het grootste Europese binnenzeilevenement. Daar ben ik heel erg trots op. Ik heb sowieso zulke mooie jaren gehad, hier ook bij In Sneek. Ik ga nu vanavond voor de 8e keer de vlootschouw afnemen. En dat is altijd ook weer een moment van piekenvel, zoals ze hier zeggen. Dat we de saluutschoten afvuren op het moment dat de nieuwe klasses voorbij komen. Ja, dat is echt top. Ik ga dat missen, oprecht. Dit zijn traditionele dagen, maar met wel heel veel toekomst, hè? Absoluut. Ik heb de 75e Sneekweek meegemaakt. Toen koningin Beatrix met de groene draak tegemoet gevaren met de statenjacht. We hebben daar zulke mooie herinneringen aan. Vandaag alweer de 81e Sneekweek die start. Ik ben ervan overtuigd, de Sneekweek is niet weg te denken in, überhaupt in Europa als het gaat om zeilsport-event. Maar als je ziet wat er hier gebeurt, ook in de stad en het feest daaromheen. Ja, uiteraard is er gebeurd overal wel eens wat, maar het is eigenlijk één groot feest. Je hoort zo langzamerhand dat je daar gewoon in het middelpunt staat. En dan denk je van, oh nee hè, het zal toch niet? Joh, ik ben nog niet klaar met de Sneekweek, ik ben nog niet klaar met het opleiden van de jeugd, dus waarom nu al die pan? En Beer van Adem natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ja, en zondag gaat voor de 2e keer Solsonic van start. Hier in onze, ja eigenlijk onze studio, Lokaal 55. En Hanneke Hanenburg hebben wij hier, van Lokaal 55. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben er vorig jaar niet geweest. Maar kan jij kort uitleggen wat Solsonic is? Nou, we hebben hier een festival voor jong en oud. En dat betekent dat echt kleine kinderen welkom zijn, oudere mensen. De muziek is volop aanwezig, maar niet te luid, zeg maar. Dus je kunt lekker met elkaar kletsen. Je kunt relaxen in de tuin, op de zitzakken, op de bankjes. Maar je kunt ook op het podium, of zeg maar voor het podium, lekker dansen. Ja, dus het is eigenlijk een combinatie van echt een festival waarbij je kan dansen tot een beetje, ja, een soort chille setting eigenlijk. Ja. Een soort lounge is het eigenlijk bijna. Ja, en we hebben lekker eten en drinken voorbereid. Dus er is voor elk wat wils morgen. Ja, de voorbereidingen zijn hier om ons heen al in volle gang. Dus we kunnen stiekem een beetje meekijken hoe het wordt morgen. Ja. Volgens mij wordt het hartstikke leuk. Maar het is dus eigenlijk voor elke leeftijd. Ja, ja, maar juist. Maar het bijzondere is, want wij spraken elkaar voor de opnames al even. Is dat jullie waren eigenlijk een beetje overvallen vorig jaar met het succes. Ja. Jullie organiseerden iets. Nou, kun je vertellen hoe dat ging? Nou, wij dachten natuurlijk van we gaan iets leuks doen. Iets wat we zelf heel erg leuk vinden. In combinatie met lekker eten, drinken, lounge muziek. Een beetje de DJ-setting, zeg maar. Nou, voor elk wat wils. En we hoopten natuurlijk dat daar animo voor was. Maar ja, het is Sneekweek, er is van alles te doen. Er wordt zoveel georganiseerd. Dus je denkt, nou, als er een paar honderd man komen, dan zijn we al heel erg blij. Nou moet ik zeggen, vorig jaar was het weer ook briljant. Dit jaar ziet het weer er ook heel goed uit voor morgen. En ineens waren er zomaar meer dan 1500 mensen in de tuin.
Dus het werd gewoon een topfeest. En kon je toen al goed zien dat het voor jong en oud was? Ja, want de mensen namen hun kinderen mee. En mensen stonden lekker te borrelen in de tuin. Er waren wat mensen lekker aan het dansen. De DJ's konden helemaal losgaan, zeg maar, met wat funk, soul, muziek. Dus ja, de muziek staat aan en is ook gewoon lekker om te dansen. Maar zo helemaal rondom, ik ben niet zo technisch, maar de setting is helemaal rondom. Dat je dus niet vanaf één punt, zeg maar, helemaal wordt weggeblazen door de muziek. Maar gewoon in elke hoek van de tuin, hier staan ook weer wat boksen. In elke hoek van de tuin is het hoorbaar, maar je kunt elkaar nog steeds goed verstaan. Dus je kunt gewoon ook lekker kletsen en... Uitkateren eigenlijk, hè, is het ook een beetje. Ja, het is een beetje ondermiddag. Of doorkateren, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Dus het is niet echt een feest waar je helemaal hard los kan gaan, maar gewoon lekker chill. Lekker zitten, lekker lounge. Ja, maar juist dat. Was vorig jaar een ontzettend groot succes. Gaan jullie nou nog dingen anders doen of toch veranderen misschien? Nou, we hebben wel in de wandelgangen, zeg maar, mogen vernemen alvast dat er een heleboel mensen waren die vorig jaar niet zijn geweest. Die dit jaar zoiets hebben van, ik wil er in ieder geval bij zijn. Oh, dus, ik was één van die mensen. Ja, nou kijk thuis heel eventjes naar deze foto. Dat is een foto van het afgelopen jaar. Dat is ongelooflijk. Nee, je ziet het. Je ziet mensen gewoon echt chillen. En dit was... En ik had die zondag toen niet zo heel veel te doen. Ja. En toen dacht ik... Toen zag ik die foto online. Toen dacht ik... Oh, hier moet, had ik moeten... Nou, ja, ik had niet bij moeten precies, zijn. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat hoorden we dus heel veel. En we hebben van mensen om ons heen al gehoord. Sommige mensen bellen ons. Kunnen we kaartjes reserveren? Maar dat hoeft allemaal niet. Je kunt gewoon lekker binnenkomen en... met de boot, met de fiets, met de auto zelfs. Je kunt hier parkeren voor de deur. Ja. Dus er is gewoon voor elk wat wils. Dan maken we dus gebruik van deze tuin, iedere dag. Maar hoeveel mensen passen er in de tuin? Als je zegt, iedereen kom hier naartoe. Nou, wij rekenen wel op 2.500 tot 3.500 gasten, zeg maar. Ja. En die kunnen helemaal rondom het hele pand en natuurlijk ook binnen. Dus we hebben aan de voorkant ook nog helemaal mooi met grote schermen dat je de DJ's ook kunt volgen. Er wordt live graffiti kunstwerken worden er gemaakt. We hebben voor de kinderhoek hier een hele grote ruimte gereserveerd, zeg maar. Dus ze kunnen geschminkt worden en spekkies prikken aan een saté-stokje tot aan een voorleeshoekje. Ja. Dus ja, het verspreidt zich gewoon over het hele terrein eigenlijk. Bij de foodcorners kun je natuurlijk gewoon lekker eten. Maar dat kan je ook weer meenemen naar een zithoekje wat je met je vrienden hebt gecreëerd. Ja, dus, nou goed. Wij zijn er morgen natuurlijk ook uitgebreid bij. Zondag dus van 2:00 'smiddags tot 10:00 'avonds. Soul Sonic. Hanneke, nog één vraag. Heb je zelf tijd om überhaupt een beetje Snake Week te vieren? Of zijn jullie alleen maar aan het werk? Dat vraag ik me ook al, want ik zie jullie hier overal rondvliegen. Hè? Nou, dat is altijd een beetje zo'n bijkomend gebeuren, zeg maar. Maar ik bedoel, wij staan natuurlijk vooraan op ons eigen festivaletje samen met Stray Days. En dat is natuurlijk Snake Week ten top voor ons. Dus eigenlijk is het festival voor iedereen is ook een beetje jullie eigen feestje. Ons eigen feestje, eigenlijk wel, ja. Mooie afsluiter had ik niet kunnen verzinnen. Nog bij de Sklootschool geweest toevallig? Mijn kinderen wel. Nou. Maar ik heb vanaf het huis met de allerkleinste het vuurwerk bekeken. Dus goed. We waren er een beetje bij. Mocht je het hebben gemist, net als Hanneke, wij waren erbij. Vindt u dit nou mooi? Nou ja, het is toch gezellig? Daar zijn we hier voor de gezelligheid. Geniet u een beetje van vanavond? Ja, zeker genieten wij vanavond. Het is prachtig mooi weer en er komen straks allemaal bootjes langs. Dus daar zitten we mooi op te wachten nou. We borrelen wat en we drinken wat en we eten wat. U komt helemaal uit Nijmegen hier naartoe? Ja, dat klopt. Ja. Voor de Snake Week? Ja. En eigenlijk onze vrienden van Terschelling, die wonen hier. Dus wij dachten Snake Week en een kans om hun weer te zien. Dus we gaan hier naartoe. En dit is mijn zusje. Dus we dachten we komen met z'n twee. En wat gaat u allemaal doen deze Snake Week? Niet veel. We liggen met pech in Akkrum. Met de boot, vandaar dat we hier zijn nu met de fiets. Wat gaat u elke dag doen? Bier drinken. Heel veel bier drinken. Dat sowieso. Kijken naar de Sklootschool en genieten. Lekker dansen. Ja. Wat vinden jullie van vanavond? Het is leuk! Heel erg leuk. Wat gaan jullie allemaal doen deze week? Kijken. De kermis. Kermis. Wij gaan morgen weer naar huis. Maar vanavond, ik weet niet, wat gaan wij doen? Ja, wij hebben niks gepland, dus we zijn benieuwd wat zij voor ons in petto hebben. Maar pech? Ja, we hebben een roer wat rammelde aan de boot. En dat wordt nu gerepareerd en dat is over een paar dagen klaar. En dan gaan we weer verder. Nou ja, goed, pech. Het is toch ook wel een beetje geluk dan met de Snake Week? Een beetje geluk dat we hier vanavond kunnen zijn, dat wel. Nou, het is zo'n geweldig groot feest en u zit een krantje te lezen. Ja, die had ik nog niet uit.
Gaat u niet feest vieren? Nee, dat komt hier dadelijk langs, dus ik zit eerst eraan. Ja, we vinden Snake Week hartstikke gezellig. Ja, elk jaar even kijken. En wat vind je van de opening? Ja, ook altijd leuk. Het vuurwerk is nog het leukste. Daar wachten jullie op. Ja. Ik ook. Ik vond het helemaal super. Het vuurwerk was helemaal echt te gek. En we gaan er een fijne week van maken. Nou, dat was dus afgelopen avond de Vlootschouw en het waanzinnige vuurwerk. Ja, jij hebt alleen genoten van het vuurwerk, hè, Dirk? Van afstand. Van afstand? Ja, van afstand. Ja? Ik heb gewoon thuis achter in de tuin even gekeken naar het vuurwerk bij de Houten Poort. Was het mooi? Dat was mooi. Genoten? Ja, ik geniet altijd van vuurwerk. Hè? Dit is toch al dag 2 dat je er bent? Ja. Dat jij er bent en de zon begint weer met schijnen. Ja, kan je niet gewoon de hele Snake Week bij ons blijven? Nou, eigenlijk wel, maar ja, de tijd is kostbaar, hè? Tijd is kostbaar. Dus, nee, dat lukt niet. Vandaag is ook de dag dat, de zaterdag eigenlijk, dat de zeilwedstrijden echt losbarsten, hè? Ja. Wat gaat er gebeuren vandaag qua wind? De wind die neemt iets af. Die is nu nog matig uit het westen, het noordwesten. En die neemt af. En vanavond om 8 uur dan staat er niet veel wind meer. Is het zwak, maar het is een prima avond op de barbecue. En om de stad weer in te gaan. Nou, dus nu komt natuurlijk de vraag, ga jij zelf ook barbecuen dan? Ik ga barbecuen vanavond. Ja, kijk, en zoals jij zelf altijd zegt, je weet het, op het moment dat de weerman zelf gaat barbecuen, dan weet je dat 100% veilig is en zon gegarandeerd. Gegarandeerd, 100%. Morgen, hoe ziet het er dan uit? Hebben we meer wind? Dan moeten we zeilers wel een beetje om denken, want die kan wel eens vrij kracht tot krachtig worden uit het noordwesten. Dus we moeten een beetje rekening mee houden. Kunnen we graag genieten van zon morgen? Morgenochtend is de zon erbij en in de middag neemt de bewolking toe. Ja. En dan kan wat gespetter uitkomen, maar voor de rest is het prima. De temperatuur is zo'n 22 graden. Het is een geruststelling dat jij zegt gespetter, want morgen hebben we natuurlijk hier in deze prachtige tuin een leuk festival, Soul Sonic. Ja. Dus is het wel belangrijk dat het relatief droog is? Nee, het is een paar spettertjes. Oh. Daar hou ik het op. Nou, mooi. Ja. Morgen weer? Tuurlijk, morgen weer. Mooi. Zeker weten. Nog plekje over bij de barbecue? Wat los je? Nou ja, ik heb geen probleem. Ik lus alles. Oké, nou ja, ik heb nog een plekje op. Dat is geen probleem. Heel fijn. Dat ook weer geregeld. Wij gaan kijken, want onze verslaggever Grady die is gaan... jij kan eiland hoppen, maar je kan ook boot hoppen. En dat wil in de Snake Week heel goed lukken. Nou, allereerst, jullie zijn hier natuurlijk voor de Snake Week. Ja, klopt. En jullie zijn dan met jullie vriendengroep. Hoe is dat? Ja, lijp. Toch? Ja, dat is gewoon echt lijp. Want jullie zitten met z'n allen dan ook in een huisje? Ja, dat is achter. En waar? Dat is achter hier. Op de potten. Nee, dat is daar, man. Dat is daar, dat maakt niet uit. Ja. Was wel leuk? Of, Ja, prima. Gewoon een stijgertje, zon de hele dag. Dus eigenlijk is allemaal voor elkaar. Ik zeg het zuipje, mag dat? Ja, ja mag dat niet. Zeker. Nee. Proost veel plezier met feesten hier. Dank je wel. Feesten zijn. Nee. Wat komen jullie hier doen? Jullie komen uit Deventer? Ja, we komen helemaal uit Deventer en we waren vorig jaar ook naar Snake Lake geweest. En dat viel ons zo goed dat we dachten van ja, we gaan gewoon nog een keer. We zijn met een vriendengroep van 9 mensen en gewoon feest vieren. Oké, okay. En jullie kwamen ook helemaal uit Deventer met dit bootje? We zijn met de trein geweest vanochtend om 12 uur. Oké. Okay. En toen zijn we aangekomen
huis gelopen en toen ging ik het bootje ophalen. Want de jongens die wij net spraken, die hebben een huisje. En ja. Wonen jullie daar, of slapen jullie daar ook? Of? Nee, wij slapen boven de Febo. Boven de Febo? Ja, gewoon echt mijn hartje centrum, dus beter kan niet. En gaan jullie ook nog de wedstrijden kijken of naar het starteiland toe? We gaan wel naar het starteiland toe, maar we gaan wel wat wedstrijden kijken, maar niet alles. We volgen het wel, maar niet echt. Het was niet het doel om hier naartoe te gaan? Nee, dat is niet. En het is dus vooral eigenlijk feesten? Ja, gewoon vooral feesten en plezier hebben en zo. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, de gastvrijheid van Snake, een 10. Geniaal. En dit was hem. Tot zover aflevering nummer 2 van Snake Week TV bij Omroep Zuidwest. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer vanuit deze prachtige tuin. Dan tijdens het festival Soul Sonic, waar we live vandaan komen. En we hebben de organisator van Beestenboel. Ja, nou, ik heb er super veel zin in. Geniet toch even van het heerlijke weer en tot morgen. Tot morgen.